Delay of game on the kicking team. 10-yard penalty. Na de langste delay of game in de geschiedenis van de FFL maken wij ons klaar voor de kick-off van deze eerste wedstrijd van de triple header. Gent Gators, Isingham Tribes. Sander de Gussen maakt zich klaar voor de kick-off voor de Gators. Tribes hadden de TOS gewonnen en willen als eerste de bal krijgen. Gemiddelde van 41 yards per kick-off. Eens kijken of hij vandaag even ver geraakt. Goeie return door Kenneth Hart. Gevaarlijke pitch van quarterback. En opnieuw. Tribes ondertussen op de 39,5 yardlijn van de Gent Gators doorgedrongen bij deze eerste aanval van de wedstrijd. Problemen bij de pitch van Huisman. Die run en zo nieuwe eerste poging voor Isingham. En opnieuw de quarterback met de bal. Ondertussen tweede poging en 5 voor de Tribes. De eerste pass van de wedstrijd wordt niet gevangen. Voor die nieuwelingen nog even zeggen dat je terreinwinst kan boeken door met de bal te lopen. Zoveel was al duidelijk, maar ook door met de bal te passen. Wat daarnet niet lukte voor de Tribes. Derde run. Holding. Defense. Nummer 68. Half the distance to the goal. First down. Penalty was dus inderdaad tegen de Gators, een holding penalty. Een van de Gators hield een van de Tribes vast waar dat niet mocht. En het is een half the distance to the goal line penalty. En zo krijgen we een first and goal vanaf de 8 yard lijn voor de Tribes. Time out. Black. Time-out door de Gators genomen om nog eens de tactiek te bespreken op de verdediging waarmee ze de Tribes zullen proberen het scoren te verhinderen. Gaan we dus verder bij die eerste poging en goal voor Isingham.
En de Tribes lopen met de bal. Het is opnieuw de fullback. Sadat Mandi die de bal gekregen heeft. En die toch een 2-3 jaar terreinwinst geboekt heeft. Dus tweede en goal nu vanaf de 6-yard lijn. Touchdown Tribes! Laurens de Meijer volgt het blok van zijn fullback en loopt de bal in de eindzone. De eerste 6 punten van de wedstrijd zijn een feit. En ze komen. En het wordt een trap tussen de palen door en dat gebeurt dan ook. En zo de 1-point conversion die erbij geteld wordt. De Tribes leiden met 7-0 na hun eerste aanval van de wedstrijd. Maar niet getreurd Gatorfans, nu is het de beurt aan jullie offense. Conversie voor de Tribes. We maken ons klaar voor de kick-off. En hier gaan we. Echt ver. Eerste paas van de Gators. Het contact timede. Eerst de receiver de bal laten aanraken en pas dan de tackle. Gebeurt dat omgekeerd, dan is het een pass interference. Tweede poging en 10. Opnieuw. En nu probeerde quarterback Killens wel te passen, maar hij vond niemand vrij. En dat was het moment voor het nummer 67 van de Tribes om toe te slaan en zo de eerste sack van de wedstrijd te boeken. Vierde poging. Illegal use of the hands. White number 1. 10-yard penalty. Still first down. In een poging om de verdediger van zijn quarterback af te houden, gebruikte nummer 1 van de Tribes zijn handen op een illegale manier. En daardoor een 10-yard penalty. Maar het blijft wel dezelfde down. We krijgen nu gewoon een first and 20. Een fumble, de tweede in de wedstrijd.
De fluik werd vrij vroeg geworpen bij de play. Ik weet wel wat tegen te zijn, omdat ik nog de eerste wedstrijd ging kijken. Nu snap ik het tenminste. Illegal formation. White. Penalty is declined. Second down. De opstelling van de Tribes was er niet één uit de boekjes. Maar de Gators die beslissen om de penalty niet te aanvaarden. Dus we krijgen een tweede poging en 20. In de nutzak. Ja, ik zal als speler in mijn aanraden. Straks komt Patrick en die gaat het dan even pakken. Die bank is echt goed. Hebben we nog water? En dan is het wellicht Kim Jolie die met nummer 24 speelt, die die punt zal gaan teruglopen. Kan wellicht iets gaan doen aan zijn gemiddelde op puntreturn dat momenteel op 2 yard ligt. Punt van Verizier wordt opgevangen door... Jolie met de run. Moest je hier allemaal niet meer. Als je dat zegt dat iedereen moet zijn, dan zit dat minstens 10 man. Paas van de Gators. En die paas van quarterback Killens wordt bijna onderschept door de Tribes. En ook deze paas wordt niet gevangen. Toch goed voor 369 yards en 3 touchdowns. Maar misschien dat de wind vandaag hem op parten speelt. In elk geval vierde poging en 8. En puntsituatie voor de Gators. De Meijeren met de run. Opnieuw. En opnieuw de Meijeren die... En zo krijgen we een eerste poging en 10 voor de Tribes. De bal ligt op de eigen 40 yard lijn. Huisman houdt de bal tegen de quarterback opgelopen terwijl hij al buiten de lijnen stond. En ook daar kwam nog een tweede fluit bij te pas. En nu dus overleg wie bestraft zal worden en wat die straf precies zal zijn.
eigenlijk niet voor te zetten. Personal foul. Wait. Jabla. 15 yard penalty. Automatic first down. After the play was over, dead ball foul. Defense. Personal foul. 15 yard penalty. Still first down. Automatic first down was the play on that. Opnieuw de run van De Meijeren. En nog even, was ook een 15 yard penalty. En op die manier hebben beide penalties elkaar eigenlijk teniet gedaan. En speelden we verder op dezelfde plaats. En na de run van De Meijeren krijgen we nu een tweede poging en 1 voor de Tribes. Arts zelfs, waardoor we een derde poging en 3 krijgen voor de Tribes. Playoff game, offense, 5-yard penalty, still third down. En de Tribes hadden net iets te veel tijd nodig om de bal opnieuw in het spel te brengen. Delay of game, gelukkig niet zo lang als de Gators aan het begin van de wedstrijd, denk ik er dan in stilte bij. Maar het wordt een derde poging en 8 op deze manier. Stop. Lachen met de zwakke niet op. Zeg Mattie. Start deze keer opnieuw 5 yards achteruit. En zo gaan we van een derde poging en 3 naar een derde poging en 13. Mattie. Kunnen we daar scoren op groter zetten of niet? Want de score is onder de naam van de ploeg. Quarterback Huisman houdt de bal, probeert dan een doelwit te vinden. Je ziet hem zo deftig uit, joh. Sinds dat ik weg ben uit Oostende. Wacht, ik de andere smaak. Wat? Swag? Swag is for boys, class is for men. En ook tegen de Tribes. We gaan zeker even vliegen. Ofwel moet er opnieuw gepunt worden, dat is de andere mogelijkheid. En dat lijkt het te zullen gaan worden, maar hier komt het verdict. There's 3 fouls on the play. Illegal formation. Offense. After the kick, personal foul, face mask, return team. Illegal use of the hands by the offense. Our penalties offset, replay the down. 3 penalties dus op the play, 2 tegen the Tribes, 1 tegen the Gators. Maar die heffen elkaar allen op en dus zal er opnieuw gepunt moeten worden. Roep het even.
even afroepen, het even af. Hey, wake up! Het is het even missicht. Punt van Verizer, return te spelen in de eerste helft. Krijgen we een eerste poging en 10 voor de Gators op de eigen 31-yardlijn. Paas van Killens, opgevangen door het nummer 88, Steph Dufour, zijn 11e catch van het seizoen. En hij brengt zijn konto daarmee op 129 yards, want hij had er al 119. En dan een goede afwisseling na de paas, de run. Nummer 20 krijgt de bal van zijn quarter winst te boeken. Tweede poging en 4 voor de Gators. Bal bijna op de middenlijn. Opnieuw de pass en opnieuw de catch door Steph Dufour. En een nieuwe eerste poging voor de Gators. Gemiste tackle in de backfield, waardoor het nummer 20 van de Gators nog wat extra jaar terreinwinst kon boeken. Incomplete pass bij deze tweede poging, maar wel een flag on the play. Blijkbaar was die toch het gevolg van de wind deze keer, want er is geen penalty. Maar wel een derde poging krijgen we. En de bal wordt in de veilige handen van Sander de Gussum gegeven. En die weet een nieuwe eerste poging te halen voor de Gators. Paas van Killens, niet gevangen door het nummer 33, kwam net iets te kort. Killens onder druk en voor de tweede keer in deze wedstrijd wordt hij gesekt door het nummer 67 van de Tribes. Yeah.
half. Liet hem dus vallen. En dan is het een levende bal en die werd gerecupereerd door de Gators die nu hun eerste poging en 10 hebben op de 25-yard-lijn van de Tribes. Touchdown Gators! Trap. Ja, dan ik hoor je dat. En die bal gaat niet tussen de palen door, dus het blijft 7-6 in het voordeel van de Tribes na het gemiste extra punt. Kom aan, dikke Mattie, pas dat scoreboard aan. Sander de Gussen maakt zich klaar voor de kick-off. En dat doen wij ook. Kenneth Hagen met de return. Tackelt daarbij een van zijn coaches. Left in the half. Flags on the play. Zich voor de bal gesnapt werd. En dat is een 5-yard penalty. Eerste poging en 15. Laurens de Meijer met de run. Kim Jolie met de picturebook tackle. Toch 7-yard terreinwinst op die run. En zo krijgen we een tweede poging. En 8. Het is gedaan. Maar die zal er niet komen. Want we zijn. Mancusa met de run. Hij wordt gestopt na terreinwinst van 1 à 2 yards. En opnieuw een run voor de Gators. Daar heb ik niet verstaan. En bij die derde poging wordt er gepast. En de bal wordt. Na een paar keer gebotst te hebben, wordt de punt toch opgevangen door Kenneth Hagen. En die loopt hem dan een klein stukje terug. Waardoor de Tribes aan hun eerste aanval van de tweede helft kunnen beginnen op de eigen 35-yard-lijn. Eerste. Ah! 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 Ah!
run voor de Tribes door Laurens de Meijer. Weet een eerste tackle te breken. En hij wordt dan uiteindelijk toch getackled. En opnieuw werd het een run voor de Tribes. En 5-yard penalty. Still third down. Cushion. En dat is een 5-yard penalty. En vermits we met een derde poging en een goede 5-yard zaten, levert dit een nieuwe eerste poging op voor de Tribes. Bal op de 45-yard lijn. Run, de Meijeren, flag on the play. De plezier is het andere waard na de illegal substitution, nu een illegal formation. En zo komt de bal terug op de plaats waar die twee plays geleden lag. En dat is de 40-yard lijn. Paas van Huisman, gevangen door Verriezer. Nee, dat gaat niet. Dus een goede 9 jaar terreinwinst levert het op. Schat, die passeren niet zo'n vreemdaal. Zet u erbij? Ja, ga ik hier zitten. De mat is toch een toffe? Matty, je bent goed bezig. Mancuza met de tackle voor. Gedeeltelijk geblokt. En deze paas van Bart Killens wordt gevangen. Stef Dufour opnieuw met de catch. Jolie met de run over het midden, maar die wordt meteen door Jens Mullenbroek opgevangen. Geen. En deze paas van Bart Killens wordt onderschept. Thibaut Marannes. Met zijn eerste onderschepping van het seizoen maakt een einde aan deze aanval. Ja, die hebben we wel gezien, ja. Maar dat is een van de ouders van de junioren. Run van de Tribes. En de Kim Jolie met de run, maar raakt niet echt uit de eigen backfield. Dennis, jij bent een sleutel dan of wat?
geraakt werd en hoe die bestraft zal worden. No flag on the play. Weer een windstoot op het veld. Geen flag, maar wel een derde poging voor de Gators. Bijna de tweede onderschepping. Maar de bal zich klaar om die bal weg te trappen. En Kenneth Heijgen die maakt zich klaar om hem terug te lopen. Gaat buiten de lijnen rond de 15-yard-lijn van de Tribes. En dat is waar Isichem aan zijn volgende aanval zal kunnen beginnen. Rookie quarterback Wout Huisman die houdt de bal. Jolie met de tackle op de Meijeren. En de penalty gaat tegen de Tribes, die op die manier 10 jaar terrein verlies leiden. En een tweede poging. En 11 moet overbruggen nu. Opnieuw quarterback Huisman met de bal. Huisman weet een eerste tackle te breken, dan een tweede tackle te ontwijken. En uiteindelijk is de derde de goede man voor de Gators. Die maakt de stop. Gevaarlijke paas in deze situatie. Bijna onderschept door Van de Putten. Opnieuw Laurens de Meijeren met de run. En opnieuw werkpaar de Meijeren met de bal. En die boekt voldoende terreinwinst voor een nieuwe eerste poging voor de Tribes. Mondi, de fullback met de run. En opnieuw illegal use of the hands tegen de Tribes. 10-yard penalty. Blijft wel first down, maar nu eerste poging en 20. Quarterback Huisman kwam onder druk, paste dan naar de Meijeren.
Ik lag bijna op beneden zot. Penalty tegen de Tribes, 5 yard penalty. En dus krijgen we nu een tweede poging en 25 voor Izegem. Quarterback houdt de bal, vindt geen opening. Het blijft wel tweede poging, maar na deze derde penalty op rij voor de Tribes kijken ze nu aan tegen een tweede poging en 35. En nu nadert de eigen eindzone toch wel vervaarlijk dicht. Correction, the penalty is declined. Third down. En omdat het toch al derde poging en 15 was, hebben de Gators de penalty niet aanvaard. En krijgen we een derde poging en 15. Huisman onder druk. Bart Sautois dwingt hem uit. En eens de baldrager buiten de lijnen is, mag die eigenlijk niet meer aangeraakt worden. En dat gebeurde nu wel. Dus personal foul, 15 yard penalty en een automatische eerste poging voor de Tribes. Die lopen met de bal deze keer. En het is Laurens de Meijer opnieuw als running back. Druk over de nummer 25. 5 yard penalty. Still second down. Correction, the penalty results in the first down. Correction. Offsides tegen de defense. Werd bewogen voor de bal gesnapt werd. Dat is een 5 yard penalty. En dat levert de Tribes een nieuwe eerste poging op de bal op de 45-yardlijn van de Gators intussen. En opnieuw de run van de Meijeren. Opnieuw Laurens de Meijeren. Lijkt voldoende terrein is geboekt te hebben voor een nieuwe eerste poging, maar er is opnieuw een flag on the play voor de Tribes. Nieuwe eerste poging, bal op de 23-yardlijn van de Gators. Opnieuw de Meijeren met de run, Mancuso met de stop. Door onze whitecap bevestigd wordt, false start. Offensive lineman bewogen zich voor de bal gesnapt werd. En dus een 5 yard penalty. En een tweede poging en 10 voor de Tribes. Wout Huisman liep zelf met de bal. Leek toch getackled te zullen worden, onder andere door Sautois en Jolie. En dan had ik de indruk dat hij de bal terug het veld opgooide. Maar was hij toen al buiten de lijnen of niet, was moeilijk te zien van hieruit. Maar onze officials die stonden met de neus op het spel. En zij zullen ons wel vertellen wie in balbezit komt en wat er precies aan de hand is.
We krijgen gewoon een derde poging. Maar wel met 1 jaar terreinverlies voor de Tribes, dus derde poging en 11. Huisman zal dus buiten de lijnen geweest zijn toen hij de bal uit de handen liet vallen. Nummer 4 van de Gators met de stop op de Meijeren. En na de time-out blijkt dat de Tribes een field goal zullen proberen te trappen. De Matthias is kinder. Zouden we ze helemaal moeten gaan lastigen. En die bal gaat maar net naast. De Matthias was. Een goede trap nogthans van Samheen. Maar het blijft 7-6. Hey, Matti. De bal ging net aan de linkerpaal van de post voorbij. Killens uit de shotgun, gooit de bal diep en dan wordt hij gevangen door de nummer 33 van de Gators. De poging voor de Gators. Quarterback Killens houdt de bal, weet een tackle van Sven Verfaye te ontwijken. En wordt dan door Kenneth Huygen de safety getackled. Ah, van de foto. Is het gelukt? En opnieuw een catch voor Stef Dufour. Ik denk dat het zijn 5e of zijn 6e is van de namiddag. Ik hoor wel elke keer rechtszaal, maar ik kan niet. Dat was wel een chance dat we dat snel hebben afgeschaft. Lionel Mancuso met de run over het midden. Paas van Killens richting eindzone. Kenneth Huygen zorgt ervoor dat nummer 33 van de Gators de bal niet kan vangen, maar wel een flag on the play. Een van de spelers die niet downfield mocht lopen om de bal te vangen, deed dat wel. En dat is een 5-yard penalty en ook een loss of down. Dus krijgen we meteen een derde poging en 8. Paas gedragen door de wind gaat iets te ver. Kan niet gevangen worden door Dufour. Nu te converteren. Mooi uitgevoerde play van de Gators. Killens dan naar Jolie, die uit de backfield vertrokken was. En die haalt voldoende terreinwinst voor een nieuwe eerste poging. En zo wordt deze 4th and 8 geconverteerd. En krijgen we een 1st and 10. Ja. Dat is een mooi uitgevoerde play. Ja. Dat loopt wel weg. Jens Mullenbroek bij de les, maakt meteen de tackle op Jolie. En dan... Thomas Lizzie met de catch. De man die de enige touchdown tot nu toe scoorde voor de Gators. Ha ha ha!
Play ball start. En dus een eerste poging en 15 momenteel. Matty, je hebt een team waar hij moet punten doet. En opnieuw een screenpass van de Gators nu naar de andere kant, waar met dezelfde acteurs Killens en Jolie. Run van Jolie. Stop gemaakt door Sven Verfoye. Killens haalt de bal zelf en wordt dan door Verfoye getackeld. En ook de Gators zullen proberen een field goal te trappen. En de Gators gaan voor de 2 punten. En de 2-point conversion is goed. En dat zorgt ervoor dat de Tribes zeker de touchdown en het extra punt moeten scoren om op gelijke hoogte te komen. En willen ze winnen, dan zal daar een 2-point. De Tribes. De camera gaat ook wel winst. Ah, maar goed. Ja, dat is een squid kick. Ja, een squid kick als je weer langs de kant. Ah, dat was een goede kick. Squid kick. Is er dan een andere naam? Dat is eigenlijk erger dan zij dat weten, weet dat schijnt. Nee, maar ik heb een andere naam, maar ik kan daar niet direct opkomen. Ik heb nog een wakker. Kenneth Heijgen met de kick-off return probeerde het blok te volgen van zijn medespelers. En komt op die manier op de eigen 32-yardlijn terecht. De gate is wel, hoe wil dat? Medic! Pas gevangen door Cedric Vriezer, zijn tweede catch van de wedstrijd. 5 jaar terreinwinst, 3e poging en 10. Bal werd gevangen door Verizer, zijn 3e catch, maar in plaats van dan verder te lopen, gooit hij de bal achterwaarts. Daar stond niemand van de Tribes en het zijn de Gators die de bal recupereren. En met nog 25 seconden te spelen krijgen we zo een 4e poging en 10 voor de Tribes. Fire! 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 Fire!
diepe paas in de richting van Matthias Anraats wordt niet gevangen, maar er zijn ook twee flags on the play. Ze heffen elkaar op. En zo krijgen we opnieuw een vierde poging en 10. En opnieuw vlaggen op het veld. Krijgen we een vierde poging en 15. En bij die vierde poging en 15 weet Wout Huisman 11 yards te lopen, maar dat zijn er 4 te weinig. En dus krijgen we een turn-off. 5 seconden! 5 dus. Ja. En bij deze eerste poging en 10 gaat Bart Killens op de knie zitten. Dit is meteen ook het einde van de wedstrijd. De Gators boeken hun eerste zegen van het seizoen. Zijn nu 1, 2 en 1. 1 gewonnen, 2 verloren, 1 gelijk gespeeld. En de Tribes die blijven op 0 overwinningen staan en leden hun derde nederlaag. Meteen het einde van deze eerste wedstrijd van de Triple Header. Zometeen krijgen we de Brussels Black Angels tegen de Leuven Lions. En daarna ook nog die clash tussen de twee ongeslagen teams in de FFL. De Purse Titans en de Brussels Bulls. Tot zometeen voor de Black Angels en de Lions.